Jeroen, je wint in Heerhugowaard met 4-2. Een zwaar bevochten overwinning en twee hele mooie goals van jou, hè? Ja, gelukkig heb ik mijn steentje kunnen bijdragen aan overwinning. Zwaar bevochten, maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb hier nog nooit makkelijke wedstrijden gevoetbald. Vaak ook aan de verkeerde kant gestaan. Daarom extra lekker denk ik dat we nu wel de 4-2 eruit weten te slepen. Ja, met name de 3-2 vlak naar rust was een hele belangrijke, hè? Ja, weet je, dan kan je eigenlijk een beetje gaan hangen, hoe lullig het ook klinkt. Met alle respect dat we dat eigenlijk in de tweede helft wel heel goed deden. Weet je, klein verdedigers tegen hun hadden wel denk ik het beste concept wat dat betreft. En je zag dat ze er moeilijk mee hadden. Op een gegeven moment gaan wij naar loeren op de counter. En zeker met onze snelle mensen die vooruit gaan. En dan ben je levensgevaarlijk, denk ik. Ja, want Marleen sloeg in de eerste helft op het juiste moment toe. Hè, toen jullie met een man minder binnen de lijnen stonden. Ja, eens. Nou, daar zijn ze goed in. Weet je, nogmaals, dat is een goede ploeg hoor. En zeker in die overtal situaties. Ja, nemen ze de tijd en dan maken ze een goede goal. En dan in de slotfase, dan voel je dat je onder druk komt. Toch stand gehouden, hè? Want de keeper ging eruit, man extra binnen de lijnen. En dat geeft me aan dat jullie ook goed kunnen verdedigen. Ja, zeker wel. Nou, weet je, met name de discipline die zit gewoon erg goed de tweede helft. Je spreekt iets af in de rust, dat je met z'n allen iets wil. Nou, ja, dat komt er in de tweede helft goed uit. En ik denk dat je dan ook op een gegeven moment kracht put uit het feit dat ze hem niet maken. Weet je, hoe langer het duurt, hoe meer kracht je eruit put. En dan zie je op het laatst, zelfs met meevoetballende keeper, staat het goed naar mijn mening. En krijg je zelf eigenlijk hele goede counterkansen. En dat was een beetje wat we afgesproken hebben in de rust. 3 wedstrijden gespeeld, veel doelpunten gemaakt in die 3 wedstrijden. Wat is jouw gevoel? Waar staan jullie nu? Ja, voor mijn gevoel staan we waar we willen staan. Bij de play-off plaatsen, dat is ook de doelstelling. We hebben een groep dit jaar waar je volop mee moet doen, denk ik, voor die play-offs. En wat dat betreft heb je goede kandidaten met de Hommel en nu Marlene gehad. Van Monia iets ander verhaal, denk ik. Dus wat dat betreft vandaag echt een goede graadmeter, denk ik, waar je staat. En gelukkig hebben we die op een goede manier weten af te sluiten vandaag.